En Floris, hoe gaat het eigenlijk met ons zwembad hier in Halle? Die weet er meer over. We gaan eens luisteren. De stad Halle werkt voor de realisatie van het multifunctioneel zwembadcomplex op Nederhem samen met de Vlaamse gemeenschap. De dienst sportfacilitator werd in het leven geroepen voor de begeleiding van dit soort projecten en treedt in de plaats van de stad op als aanbestedende overheid. Samen met de sportfacilitator heeft de stad een nieuwe en belangrijke stap gezet in de richting van de realisatie van het project. Na de beoordeling van de twee overblijvende inschrijvingen werd beslist om de NV Sportoase aan te stellen als voorkeursbieder. In de loop van de volgende dagen starten de stad en de Sportoase onderhandelingen over de concrete realisatie van het project. Er zal een zogenaamde DBFMO-overeenkomst gesloten worden die tegelijk het ontwerp, de bouw, financiering, onderhoud en de exploitatie van het project voor de volgende 30 jaar regelt. De stad hoopt samen met Sportoase binnen enkele maanden tot een finaal akkoord te komen zodat de bouw van het zwembad in de tweede helft van volgend jaar kan aangevat worden. In het voorjaar van 2013 zal een infoavond georganiseerd worden om de Hallenaren te informeren over de stand van zaken van het project.